Ik ben ontslagen bij de politie. En dit keer is het echt. What's up allemaal? Ik sta hier op het welbekende kruispuntje waar altijd superveel wordt geschoten. Ook tijdens periodes van wanneer ik nog agent was. Dan zou je vast afvragen, huh? Maar je bent toch nog agent? Ik zie het rechts onderin. Ik ga het jullie allemaal uitleggen jongens. We stappen even mijn BMW M5 CS in en we rijden even naar het politiebureau. We zijn trouwens natuurlijk een future voor de mensen die nog niet is opgevallen. En ja, deze auto heb ik nog niet in TDA. Ik hoop dat we hem ook in TDA gaan krijgen. Dit is namelijk een luxury auto en het gaat voor superveel geld. Maar ik wil hem niet doorverkopen. Ik wil deze super graag zelf hebben in TDA. Maar goed, dan moeten we eerst nog even kans maken tijdens het inschrijven. Dat komt allemaal later. We zijn op dit moment de future en ik heb jullie iets te vertellen, jongens. Zoals je al ziet aan het thumbnail en titel, is er iets aan de hand. Ik heb ontslag genomen en dit keer dus echt geen grap. Ik bedoel, ik ben echt best wel vaak live geweest of in video's heb ik gezegd zo van ik wil ontslag nemen. Ik zit te denken. Het is nu echt gebeurd. Ik zal er zo meteen ook wat bewijsjes van laten zien dat het echt zo is voor de mensen die het echt niet denken. En wat leuk trouwens, het is de politie inbouw. Nou, daar komen we ook nooit meer. Hoop ik. Tenzij mijn auto in beslag wordt genomen. Ja, ik weet niet of ik het criminele pad op ga of niet in future. Ik weet sowieso niet zo goed wat ik in future wil gaan doen. Ik denk dat we gewoon een fully focus gaan op TDA en dat we future achter ons gaan laten. Jullie staan natuurlijk allemaal te springen. Of ja, te springen is misschien een beetje een verkeerde woordkeuze. Jullie zitten allemaal te denken van, hé, waarom heb je nou ontslag genomen? We rijden even naar het politiebureau, jongens. En dan ga ik het jullie allemaal rustig vertellen. Deze auto drift trouwens zo lekker, hè. Dat is echt insane. Maar dit ga ik wel missen, hoor. Dat stunten met die politieauto's en een beetje zo driften door de stad. Dat vond ik zo tof. Ja, dat was echt het ding. Gewoon tijdens mijn dienst gewoon plezier hebben. Daar stond ik gewoon onbekend. Gewoon lekker om plezier te hebben tijdens mijn politiedienst en niet zo alles serieus te nemen. Maar goed, dat ga ik wel missen, oprecht. We zetten hier even mijn auto weg en dan gaan we even naar binnen lopen. Dit is trouwens een TDA nieuwsgebouw in TDA. Alleen in Future hebben ze hier dus een politiebureau van gemaakt. Ja, zoals ik al zei, een van de laatste keren dat ik hier zou zijn. Dus ik zeg salut, wel collega. En laten we gewoon naar binnen gaan, ons even omkleden in het dienstoutfitje. LA, LA Motor, main en noodhulp. Oh, wauw, ik ga al die outfitjes ook nog wel echt missen ook, hoor. Kijk nou, al de hoed, waarom mocht dat nou niet meer? Dat vind ik zo spijtig. Ik denk dat ik echt veel vaker in dienst was als die hoed gewoon op mocht. Nou ja, eigenlijk misschien ook niet. Yo, what's up? Ik doe op dit moment al 2 weken lang, misschien langer, er al over om deze video te maken. En dat ligt niet per se aan mij. Ik zou hulp krijgen op met deze video. Alleen ja, ik word nu een beetje genegeerd. Ja, ik snap dat Erik druk is. Hij is op dit moment de korpschef. Maar wel jammer. Nou, ik zit vandaag in het vliegtuig. Dus dat gaat helaas niet meer lukken. Dus ik denk, ik doe het zelf maar even. Het is momenteel ook 9 uur in de ochtend, zoals je ziet. Een goed begin van de ochtend, jongens. Oh, oh, oh. Hebben jullie al gelijk? Ik zou echt geen idee even te doen. En abonneer natuurlijk. Moet wel geabonneerd zijn op mijn kanaal, hè jongens. Altijd op de hoogte van de content blijven. Want de content, die gaat weer beter worden. Ja, beter? Wat? Dit klinkt heel lullig. Oké, zo bedoel ik het totaal niet. Ik zal maar gewoon met de deur naar huis vallen, jongens. Ik heb ontslag genomen bij de politie. Ja, een beetje indirect ontslag. Ik ben ontslagen, laat ik het zo zeggen. Alleen, ja, ik heb de keuze uiteindelijk zelf wel gemaakt. Ik heb op dit moment nog mijn rangen. Ik ben op dit moment nog in mijn dienstoutfit. Ik heb nog mijn wapens, alles. Omdat ik eigenlijk met Erik ervoor zou regelen dat we een mooie ontslag video zouden maken. Dat gewoon allemaal mooi land, zeg maar. En verloopt om het mooi af te sluiten in het HB. Nou ja, ik doe het zelf wel. En ik hoop dat Erik een keertje tijdens de livestream nog heeft. Dus dat hij niet nu allemaal rangen weg gaat halen nu hij deze video ziet. Ja, dat hij wel denkt, we gaan dit wel nog even mooi live afsluiten op een livestream. Dat lijkt me super tof. Ik heb natuurlijk hele goede tijden hier gehad in het Future Corps. Maar voor mij stopt het nu definitief, jongens. En ik weet dat ik al een paar keer ertussendoor ook heb gehad van, ga ik ontslag nemen wel of niet? Nou ja, het is nu echt zo. Ik zit namelijk ook niet eens meer in de Future Discord. Daar ben ik uitgekikt uit de Future Overheid Discord. Dus ik ben echt definitief ontslagen. Ik heb alleen mijn jobs nog. Ik ga er alleen niks mee doen. Ik hoop dat iedereen me ook daarmee vertrouwt. Ik denk het wel, want dan zou ik de jobs nu niet meer hebben. Het liefst zou ik gewoon nu even een politieautootje pakken en even rondrijden door de stad en jullie uitleggen. Maar ik denk niet dat ze daar heel vrolijk van worden. Ik ga maar gewoon weer even naar binnen en misschien rijd ik zo even in mijn eigen voertuig van me. Goed, ja, we moeten beginnen, jongens. Het is gewoon afgerond. Het is nu definitief. We zijn ontslagen. Ik heb ontslag genomen. Ja, ik kon de keuze niet maken, dus Erik die had het maar voor me gedaan. Ik zal nu hier en daar wel wat kritische puntjes vertellen, dus niet dat jullie denken van, hé, je hebt toch goede tijden gehad? Ik heb zeker goede tijden gehad. Dus wat ik nu ga zeggen, dat moet je ja, niet echt negatief opvatten per se allemaal. Maar goed, het begon dus natuurlijk dat we in december vorig jaar werden we eerst ontslagen door Stuiven. Onterecht. Toen zijn we weer terug aangenomen. En toen zijn we vanaf januari, februari dagelijks zowat in dienst geweest. Alleen maar dagelijks gelivestreamd op mijn kanaal. En toen zijn we echt alleen maar gewoon in dienst geweest om één doel te halen. En dat is natuurlijk... Ja, jullie weten het allemaal. Wat is het, jongens? Het is natuurlijk de DSI. Daar wilden we natuurlijk super graag bij komen bij de dienst speciale
speciale interventies. Voor de mensen die niet weten wat dat is. Lijkt me sterk als je niet weet wat het is. Het kan natuurlijk. Dat is zeg maar de sterkere eenheid binnen het politiekorps. Die hebben ook automatische wapens. En die worden opgeroepen bij heftige delicten. Grote schietpartijen, gijzelingen, bankovervallen. Noem het maar op, terrorisme. En dat leek me gewoon super vet om erbij te komen. Mede voor content. Nou ja, na een lange tijd strijden was dat uiteindelijk gelukt. Toen konden we een paar dienstjes mee. Moest ik wel echt moorden plegen om een dienst mee te draaien. Maar goed, dat had ik al een keer gezegd dat dat heel jammer was. Ik kon eigenlijk niet zo heel vaak een dienst mee draaien. En als dat het was, dan was het eigenlijk ja, niet echt een spektakel. Het was zeg maar moeilijk om met hun mee te lopen. En uiteindelijk ben ik toen uit het proces gezet. Omdat ik eigenlijk volgens hun niet te veel diensten kon draaien of zo. Het eigenlijk dus een beetje bij hun lag. Maar goed, daar ga ik het niet echt over hebben. Ik had het gewoon een toptijd bij deze. Ik vind het jammer dat ik niet door de selectieprocedure whatever kwam. Maar goed, dat is einde verhaal. Alleen sindsdien is mijn motivatie wel een beetje allemaal ingekikt. En dan meen ik echt, ja, kijk, we zitten op dit moment dus nog bij de landelijke eenheid. Ja, eigenlijk totaal niet. Maar we zaten dus bij de landelijke eenheid. Dat is een speciale eenheid binnen politiekorps. Dan mag je de CIF rijden, de A6. En natuurlijk vele andere snelle interventievoertuigen. En dan pak je hier je auto en dan ga je lekker rijden. Dat is wel chill dat we natuurlijk wel bij nog zo'n speciale eenheid zaten in het Future Politiekorps. Alleen, ja, de normale diensten als een normale agent, om het zo maar te zeggen. Dus in deze outfit gewoon een noodhulp. Of ja, landelijke eenheid in dit geval. Ja, dat trok me niet meer zo. Ik had er gewoon niet echt heel veel zin in. En het gaf me niet echt heel veel motivatie om telkens die normale diensten te draaien. En ik wilde echt super graag voor de DZ gaan. Nou, zoals ik net al had verteld, waren we uit de selectieprocedure gezet. Dus ik wilde het gewoon opnieuw proberen. En ik bleef maar proberen en bleef maar proberen. En ja, de motivatie die zakte steeds meer. Omdat ik eigenlijk ja, tot de conclusie kwam dat ik aan het strijden was voor niks. Ik was gewoon nergens voor aan het strijden. Ik wist namelijk dat het gewoon niet meer ging lukken bij DZ. Ook omdat ik een beetje kritisch ben geweest. En dat begrijp ik ook wel. Alleen ik vind het gewoon jammer hoe het is gelopen bij de DZ. Nu is het dus wel zo dat Erik op dit moment DZ leiding is. Dus als Erik dat eerder was, dan zei hij ook, ik had dingen voor je kunnen betekenen. Dat is natuurlijk super jammer. En op dit moment zit de DZ vol. Dus stel dat ik nu nog bij het korps had gezeten, dan wist ik gewoon niet tot wanneer ik nog in deze outfit moest gaan strijden voor DZ, omdat de DZ korps vol zit met best wel actieve mensen. En dat snap ik ook wel. Ik ben natuurlijk druk met content, video's, livestreams voor jullie, andere server. Dus dat snap ik ook wel. Maar goed, als er gewoon simpelweg geen ruimte meer is en ik geen doel heb om ergens voor te strijden, ja, kijk naar me. Zie je het? Ik zie het ook. Ik had geen doel. Ik wilde gewoon zo graag voor de DZ, maar het kon niet. Het zat vol. Dus het ging gewoon niet meer. Dus ja, uiteindelijk ben ik gewoon niet meer in game geweest. Niet meer in dienst geweest, omdat ik geen motivatie had. Verwachte berichtje. Yo, je bent een beetje inactief. Draai dit even wat meer omhoog om je verplicht aantal uren. Verplicht. Oei. Ik zal die woordkeuze niet gebruiken in het spelletje. Hey, collega. Collega, collega. Collega's. Hoi. Oh, hi collega. Hi. Hi. Ik kan mijn auto niet uit mijn garage pakken, bro. Hoezo niet? Dat weet ik niet. Hij wel. Ben jij het dus of heb je geen auto? Ik ben niet in dienst. Oh. Kom je wel in dienst? Nou, dat gaat niet meer. Oh. Jammer, hè? Ja, ik kan nu al in dienst, maar ik weet niet of Erik er blij van gaat worden. Fucka. Yo, man. Yo. Ga je me missen? Sowieso. Hoe is het bij Moreno dan? Ja, lekker, lekker. Ja, ik was gestopt, man, met TDA. Ja. Aha, ja, ik hier, dus... Yo, Piet. Ga je helemaal stoppen met de stad hier? Of, Ik weet niet of ik helemaal ga stoppen. Maar ja, ik heb op dit moment gewoon geen doel. Dus ja, ik... Nee, dat snap ik. Mag ik jouw nummertje? Ik volg jou heel lang. Nee, maar is goed, collega. Ga lekker de straten veilig houden, man. Ja, is goed. Yo, hey, hè? Ja. Succes. Dankjewel. Kijk, dit is leuk. Wat de collega al zegt. In Moreno, jongens. In TDA zit het gewoon supergoed qua content. Dus dikke love naar de boys en girls van Moreno. Dat meen ik echt. Dat heb ik al zo vaak gezegd. Maar zolang zij eigenlijk voor de content kunnen zorgen. Wat er op dit moment echt gebeurt. Het is alleen maar bam, 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 bam. We gaan dit doen, dat doen, bankoverval, gijzeling, alles. Ja, maar jij was toch ontslagen, of niet? Ja, ja, ja. Maar heb je rollen nog wel? Ja, expres. Moet nog met Erik een keertje afspreken. Alleen, ja, Erik die is een beetje druk, dus die laat niet heel veel weten. Man is nooit in de stad. Gaat lang duren. Ja. Ja, nou ja, ja. Ja, dus ik denk, ik doe het zelf maar even de video maken nu, dus. Ah. We zouden samen een ontslagvideo maken, zeg maar. Ja. Alleen, ja, hij reageert gewoon niet meer. Ik wacht al 2 weken, dus ik denk, ja, nu is het mooi geweest. Ja, ja. Ja, ik zat bij de Ultras, ken je die, TDA? Kleine groep. Nee, eigenlijk niet. Met zwarte pakjes en zo, maar ja, ik weet niet, maar opeens, dat een band van een maand, opeens... Oh, gekke shit in de chat van ja, Moreno heeft ons geript, dit, dat, zo. Oh? Jij hebt wel gekke auto's daar hoor, ik zeg heel eerlijk. Ja, daarom. Kijk, ik heb daar ook superveel. Oh. Dus ja, weet je. Ja, niet toch het mooiste hoor. Ja, het heel eerlijk. Zeker mooi, zeker. Maar het is wel kut dat je ontslagen bent. Maar ja. Ja, heel eerlijk. Ik lig er niet wakker van. Ik zag een berichtje en ik dacht, oh, oké. Okay.
Ja, ja, het is wel een beetje stom dat het voor, een dag voor kerstavond is. Ik bedoel, letterlijk een paar dagen voor de feestdagen ga je iemand ontslaan. Maar... Dat is wel cringe, ja. Maar ja, dat vind ik ook. Maar goed, ja, ik had gewoon nul feelings. Echt, ik zag een berichtje, je bent ontslagen. Ja. Ik denk, nou, oké. Okay. Ja, maar weet je wat het is? Jij hebt ook zoveel al op andere stad dan. Ja, maar daarom. Daarom. Ja, weet je. Ja, en ik ben daar gewoon lekker bezig. Ja, wat je net al zei, ja, zolang je daar met Moreno gewoon dingen kan doen. Ja, dikke prima. Ja. Zolang ik daar mijn dingen gewoon, mijn content kan voorhouden. Ja, ja, precies. Maar prima. Wel lekker, man. Ik wil laatst wel gekke shootout houden. Van die huizen maar... Huiszoeking. Ja, dat was wel wat, ja. Ja, zeker. Ik ga trouwens nog wel even kijken in de opslag wat ik daar heb. Ik ben even snel in je dienst geklokt. Even kijken, als het goed is heb ik nog een klok liggen, maar ik wil even... Nou, mijn opslag is leeg, hoor. De handboeien, contant geld en mijn portofoon. Holy shit, ik ben rijk. Bij mij ligt er ook niks in. Alleen een klok nog. Die mag je wel aan mij geven. Die ga ik wel missen, inderdaad. Die is wel leuk. Nou, ik heb niks geks meer liggen. Dus ik denk dat ik ook de definitieve wapens moet inleveren zodra Erik de pas is. Eigenlijk gewoon even kort samengevat voor iedereen. Ik heb dus eigenlijk gewoon, ja, een soort van vrijwillig ontslag genomen. Alleen Erik heeft hem erbij geholpen. Ja, ik zie geen doel meer. Ik wil graag bij DayZ komen. DayZ zit vol. In TDA gaan we gewoon lekker keihard met de content. En verder vond ik deze video vrij kort voor jullie. Dus ik heb nog een overval van... weet ik veel hoe lang geleden. Geniet er even van. Ik ga er even binnen een paar minuten doorheen. Ik heb hem nooit geüpload. En ik vond het gewoon leuk om nog even in de video te stoppen aan extra content. Zo, het is weer druk in de stad. Er wordt zoveel geschoten. Dat is echt niet normaal. Hey. Hallo. Hallo, ben jij druk? Een beetje. Koppelen? Ja, is goed. Oké, jongens, let's go. We gaan de straat op. Yo, man. Oh, winkeloverval. Er ligt één persoon op de grond. Ik zie een collega. Dit is deze. Ja, hey, collega neer. Collega, kunt u mij horen? Dit is hier, agent. Er is geschoten. Jongens, eventjes afstand, alsjeblieft. Kijk, tegenwoordig is het zo in vier. Oh, mijn god. Het was los. Staat 7? Ja, kom uit. Er wordt een collega hier gegijzeld op onze noodknop. Gijs wordt gegijzeld! Ik kan dit zo makkelijk oplossen. Clean shot. Gekoppeld. Ja, positief. Het is mijn koppelmaatje. Het gaat hier om Gijs. Oké, dan heb ik haar in die kluik gekoppeld. Als ze blijven zeggen van we willen alsnog het vuurwapen hebben, dan mag de A10 gaan als die een clear shot heeft. Het ding is wel, een persoon loopt echt rondjes en er zijn heel veel mensen ook eromheen. Dus een clear shot moet precies, alleen als het mogelijk is, hoor. We moeten sowieso even het gebied ontruimen, maar verder moet ik wel zeggen dat het vrij makkelijk is om een clean shot te raken als ik het zo zie, want hij draait heel veel naar één kant op. Ja, laat maar. Er is nog één gegijzeld. Twee collega's gegijzeld. Ja, daarom. We moeten nu eigenlijk denk ik wel hard optrekken. Ja, we moeten eerst beginnen met gebied te ontruimen, jongens. Want dit gaat zo niet. Kan de noodhulp, jongens, zullen jullie even kunnen afbijten naar iedereen? Gewoon even elk voertuig weghalen die daar niet hoort? Ja? Wat is hier eigenlijk bedoeling? Moeten we even ja, hou maar. Blijf maar even op afstand, heren. Ik weet het momenteel ook niet. Kijk hoeveel voertuigen hier ook. Laten we gewoon onderhandelingen aangaan. En dan gaan we hopen dat er een positieve uitkomst komt voor ons in de achtervolging. Oké, ik zou graag willen dat alle voertuigen met hun kont tegen dat bruine gebouw aan de overkant komen. Verder gaan we gewoon werken met GroenLicht 1 en 2. Niet schieten. Gewoon de standaard dingen. Zorg dat je echt niet gaat schieten. Dan gaan zij ook niet schieten. En de hekjes mogen weg. En dan gaan we lekker achtervolging starten. Ah, helemaal goed, heren. Let's go. Top. Welke kant gaan ze op? Dat is onbekend. Maar ik ga eruit dat ze naar rechts gaan. Want aan de linkerkant heb je eigenlijk maar één doorgang. Dus ze gaan eigenlijk 100% vanuit gaan dat ze van rechtsaf gaan. Ze gaan 100% rechtdoor met die R6, want ze vroegen of we die Amarok konden verplaatsen. Dus. Ja, en het voertuig gaat ook die kant op. Dus, ja. Exact. Ik ga Gijs opvangen, want Gijs is mijn collega. Dus ik ga straks in de achtervolging. Ik ga eerst even zorgen dat ik de A6 van de politie, die mag zich gaan klaarmaken. Ja, A01. Ik zit inderdaad in de A6, maar mijn collega is zelf binnen gegijzeld. Dus ik weet niet of je dat ik achter wil blijven of dat ik moet koppelen in de achtervolging. Ik wil toch wel graag dat er een A6 mee koppelt. Ja, okay. Zomaar gaan ze Gijs pakken. Ik dacht dat ze er vandoor ging. Ik ga hem hier zo zetten. Genoeg ruimte tussen elkaar houden. Wat voor wapens gaat het eigenlijk? Als het goed is, twee messen. Kijken of ze het voertuig in gaan stappen. Kan de Amarok ook tegen de muur aankomen staan? Ik geloof dat de Amarok onbemand is. Daar zit volgens mij niemand in. Ah, dat is fijn. Ja. Die is gegijzeld, die staat binnen namelijk. Oké, okay, nou dan gaan we doen zonder de auto's, Amarok. Ik ga ervan uit dat ze toch niet gaan overstappen, want die RS6, ja, dat komt wel goed. Dan ga ik hem zelf even weghalen. Als jij leidt, dan ben ik vlak achter je. Ja, is vernomen. Groen licht. Gaan ze. 2. Let's go. We rijden richting CBA op dit moment. Succes, boys. Yo, thanks. Komt helemaal goed, dank u. We gaan rechtsaf gaan richting de olievelden. Ja, maar ik geef de communicatie. Ja. Pak een steegjes rondom CBA. Weer terug. Als we samen in. Gaan richting de Grove Street. Linksaf. Keert weer terug. Bij ons. Gaan we weer richting CBR. Het voertuig is enorm snel. Gaan we weer rechtsaf. Lijkt erop dat we weer richting Olievelden gaan. Gaat je linksboven, jongens? Ik heb hem net niet kunnen pakken. Bij het motel, zeg maar. Richting Olievelden, jongens. Hij gaat maar uit kunnen rijden hier. Dus ik heb snel assistentie nodig. Rechtsaf weer. Gaat een beetje in het schietterrein in. Gaat richting de haven. Gaat weer linksaf richting de Olievelden. Nu de Olievelden in. Ik ben uitgelegd. Olievelden gewoon in.
Ja, positief. Misschien dat hij linksaf is gegaan. Ik zie niks links rijden. Ik heb hem weer in het zicht. Tatoeage shop. Hij rijdt momenteel nu door die... in de straat bij die huisjes. Tattoo shop. Is gehoord, ik zie hem rijden. Komt hij op de normale weg? Top, ik zit er ook achter. Wil je dat ik hem leid? Ja, positief. Gaan we weer winkeltje ANWB. Gaan linksaf. Brug bij de winkel. Gaat daar weer linksaf. Komen uit bij de modshop. Onder de brug. Gaan richting de A2. Negatief gaat rechtsaf. RS6 Leiden. Positief. Hij rijdt linksaf richting de garage. Die remmen zijn er slecht van deze auto, man. Gaat hij middenpark in, linksaf. Dat is echt ongezond. Rijdt rechtdoor richting de kappen. Kappen voorbij. Gaat linksaf voorbij het tankstation. Middenpark. Ja, positief. Gaat hij rechtsaf richting... Kijk, gaat hij afslaan rechtdoor richting de bank een beetje. Alles gaat een steeg in rechtsaf bij de garage. Richting het tankstation. Huh? Linksaf naar het tankstation. Oh, ik zie hem weer. Collega is de voorste. Ja, de voorste. We zitten met z'n tweeën, maar de voorste is het. Locatie. Ja, positief. Rechtsaf Vielewijk in. Grote bank Vielewijk in. Yes. Gaat weer rechts, Gert. Gaan we weer terug richting de... Ja, Amarok zit er ook achter. Bij het tankstation en bij de grote bank. Gaan we bij de grote bank nu. Steeg links. Links. Locatie, alsjeblieft, blijf doorgaan. Hotel, of hotel. Ze gaan omhoog. Rechtdoor. Linksaf voor het grote bank. Yes. Ja. Gaan richting taxi AB. Gaan rechtsaf AWB. Linksaf gaan steegje door onder. Gaat hij linksaf rechts uit? Linksaf richting taxi AB. Ja, dat is vernomen. Oh mijn god. Gaan uitkomen bij car dealer daar op de rode garage. Rode garage al? Rode garage. Wow, die vliegen man. Mijn motor begint te roken. Ik ga snel AMB pakken. Meneer, zou je heel snel mijn auto kunnen maken? Top, dankjewel. Nee, dat is die guy weer. Oh nee. En hoe voelt het om verloren te hebben van het jachtseizoen? Dat is Tony niet. Ja, ben ik toch? Nee. Er is zes gespot. Eclipse garage daarboven. Oké. Okay. Dat ben ik, collega. Oké, okay, goed. Ja, dan denk ik dat die straat 4 is gegaan, collega. Yo, Gijs, is alles oké, jongen? Zomaar werd je van de straat geplukt. Ja, joh. Gaat het? Ik snap eigenlijk ook niet. Ik snap eigenlijk niet waarom die criminelen niet gewoon in hun banden werden geschoten hebben, maar... Waar ben je nou? Ah, ik ben, ik pak nu... Auw! Ben benieuwd, wat zeggen jullie wat ik moet gaan doen in future? Laat het zeker weten in de reacties, maar ik denk dat ik toch ga focussen op TDA. Bedankt voor het kijken! Klik snel op een van deze twee video's, die gaan zo meteen verdwijnen en die moet je echt gezien hebben. Vergeet niet nog even te liken en te abonneren. En dan ga ik zeggen zoals altijd, tot de volgende video livestream. Later, wezen. Ciao, ciao.